Jelle. Hey, dag Suus. Goedemiddag man. Dat is lang geleden. Parijs is nog ver, zie ik. Ja, Parijs is zeker nog over ver. Wielrennen gaan we het zo meteen hebben. Maar okay. Ik zag een auto staan. Ja. Die gele, een ambulance. Ja. Daar rij jij op? Daar rij ik. Tegenwoordig is mijn werk. De laatste 5-6 jaar dan. Wat bijzonder. Ja. Ja. En hoe komt dat zo ineens? Of ineens? Ja, ineens. Jaar? Ik zat bij de brandweer. Ik heb jaren gezeten. Een jaar of 7-8 jaar. Ja, ze zocht ook iemand voor de huisartsenpost om op de ambulance te rijden. En, ach ja, dat leek me ook wel wat. Dus heb ik dat gaan doen. Wat bijzonder. Ja, het is wel leuk, ja. En hou je van autorijden? Nou ja, autorijden is... dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus, maar het is allemaal korte stukjes natuurlijk. Hè. Dat, het zijn nooit lange stukken. En, ja, we hebben hier in het Achterhoek 160.000 mensen wonen die gebruik kunnen maken van de huisartsenpost. Dus ja, dan heb je toch wel een groot gedeelte van de Achterhoek... waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja, jij woont in Doetinchem, hè? Ik woon hier in Doetinchem, ja. Dus je kent de buurt al eigenlijk heel erg goed? Ja, het is gekker als je zegt van nou, die straatnaam ken ik niet. Nu heb je een zwaailicht erop zitten? Ik heb zwaailicht erop zitten en sirenes. Dat geweldig. Dus, maar laat eens even kijken in die auto. Wil je het even zien? Hoe ziet zo'n... Want het is voor de huisarts. Dit is... hier zit eigenlijk alles... Het is geen ambulance eigenlijk? Nou ja, in feite is het zo goed als een ambulance. Alleen we nemen geen personen mee. Maar als je ziet wat we allemaal bij hebben, dat zijn allemaal reanimatiespullen, koffer met ampullen, verbandkoffer, medicijnen. Onze corona. Onze corona-kit. Dus we hebben allemaal schorten, brillen, we hebben alles erin zitten wat we nodig hebben. Is dat nu extra in deze coronatijd of heb je dat altijd al bij je? Nee, ja, die brillen natuurlijk hebben we nooit bij. Want die hebben niet nodig natuurlijk normaal gesproken. Maar... Goed, als we naar binnen moeten met mensen die waarschijnlijk misschien corona zouden kunnen hebben, ja, dan moeten we vol bescherming naar binnen. Dus dat betekent bril op, schort aan, handschoenen. Ja, dan gaat de huisarts meestal naar binnen, ik blijf meestal buiten staan. Maar dat gaat wel allemaal... Maar is deze tijd nu heel anders? Kijk, het wordt nu al wat makkelijker, maar 2 maanden geleden schrok iedereen heel erg. En nog steeds moet je afstand houden en voorzichtig zijn. Maar is er veel veranderd voor jou? Nee, voor ons is het eigenlijk niet zoveel veranderd. Voor ons is het eigenlijk, het is rustiger geworden. Mensen die gaan als ze denken dat ze koorts hebben of corona hebben, gaan ze naar een speciaal centrum toe hier in Doetinchem. Daar kunnen ze dan even onderzocht worden. Maar ik vind het dat het voor ons wat rustiger werker is als normaal. Maar je ziet het nou ook wel weer drukker worden dat het normale leven weer in gang begint te komen. Mensen zijn makkelijker geneigd weer om te bellen dan eerder. Maar het gaat allemaal... Het gaat allemaal best wel lekker eigenlijk. Maar is de angst een beetje weg? De angst is nu wel een beetje weg. Maar goed, we weten het niet. Het kan zo weer de kop opsteken of juist weer niet. Dus het blijft altijd spannend. Dus we blijven altijd voorzichtig. Maar heb jij niet in de eerste weken dat het gebeurde extra angst gehad ook om naar mensen toe te gaan? En dat je voorzichtig was? Hoe bied je nou eerste hulp? Want mond-op-mond beademing mag niet, dat weet ik. Nee. Ja goed, kijk, als er mensen verdacht zijn, dan gaat de arts naar binnen toe. Normaal gingen we altijd mee naar binnen, maar we blijven nu buiten. We kleden hier de arts aan. Met speciaal pak? Met speciale kleding en dan verwachten wanneer die weer terugkomt. En neemt hij die kleding mee of zit dat ook in deze auto? Dat zit ook allemaal in deze auto, en waar ligt het dan? Kijk, hier hebben we dan de schort, wat je aan moet doen. De mondkapjes. Ja, dit zijn de chique, hè? Dat zijn de chique, de dure. Ja. Dus die hebben we altijd, daar kleden we de artsen mee aan. En als wij ook naar binnen moeten, dan moeten we ons ook even aankleden. En jij rijdt dan, de arts zit naast je of zit hij achterin nu? Nee, de arts zit naast me. Ja. En dat is gewoon, hier zit de tomtom, hier zit de computer van de arts. En heb je dagdienst en nachtdienst ook? Nee, dagdienst hebben we alleen maar in het weekend. Want je moet zo zien, als de huisartspraktijken dicht zijn, dan beginnen wij te werken. Dat is 's nachts, in het weekend en 's avonds. Heel onregelmatig? Onregelmatig, ja. Dus En als het echt paniek is, dan gaan de sirenes aan en dan gaan we met A1 rijden. Maar hoe vaak is er paniek? Nou, niet zo gek vaak. Minder nu? Ja, het is heel wisselvallig. Soms 3 keer in de week en soms ook weer een maand niet. Dus het kan gebeuren en het kan. Dus, maar het is niet dat het 3 keer per dag gebeurt, hoor. Nee, oké. Maar heb jij in het begin wel een soort angst gehad dat je ook extra voorzichtig was? Door die coronatijd? Ik heb nooit... Ik snap dat die voorzichtigheid dat nodig is, maar ik ben zelf nooit zo angstvallig. Ik denk, als we het dan krijgen, dan krijgen we het toch wel.
Want ja, ik heb niet de illusie van als we de hele dag naar patiënten toe gaan die koorts zijn, dat we dan gevrijwaard blijven. Ik denk dat toevallig zo, zoals, ja, als we het krijgen, krijgen we het toch wel. Maar ja, ik heb het nog niet gehad. Dus. Nou, je hebt laatst zelf wel iets gehad, maar dan gaan we het binnen over vertellen. Ja, is prima. Je hebt laatst ook nog gewielrend, hè? Gefietst. Ja, gemountainbiked, ja, ja. Dan moet je af en toe wel eens een beetje voorzichtig mee zijn. Ik kan wel schuit aflopen. Ja. Ja. Maar dan kon je bijna jezelf behandelen. Kon je mezelf behandelen, ja, ja. Op een gegeven moment dan ga je zelf de diagnose stellen van nou, ik hoef niet naar de huisarts. Ja, maar daar hebben we het zo over. Ja. Dus dit is het wielercafé. Dit is het. Ja, dit is het wielercafé. Ja, ik denk de ene is er van de Achterhoek ook, hè? Ja? Ja. Wauw, zeg. Ja. Hier, Citaan. Ja. Parijs is nog ver. Hé. Hey. Ja, die kennen we. Die kennen we. Is een, mooi schilderij van jou. Ja, van Harry van der Laan. Ja. Goedemiddag. 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 Maar dat zijn jouw shirtjes. Ja, toevallig heb ik nog alle tijdritpakken heb ik ook nog van mijn carrière. Ja. Bij elke ploeg die ik heb gereden heb ik nog een tijdritpak. En dit zijn allemaal shirtjes waar ik, waar ik begonnen ben als wielrenner. Die rode is je eerste? Dat was mijn eerste bij de wielervereniging Breda. Toen kwam de Jan van Erden ploeg. Ja. Ja, daarna kwam Jo van Halen, maar die hangt hier, die moet er ook nog tussen hangen. En dan Quantum Halen, Superconvex, Joko, Buckler, Word Perfect. Ja, Buckler kennen we allemaal natuurlijk. Joep van het Hek, toch? Joep van het Hek. En mijn laatste wielerploeg was dan TVM. Ja. En daar hangt nog de gele trui. Ja. En van wanneer is die? Die is van 1987 van de Pro van Berlijn. Dat is de podiumtrui die ik daar aan heb op die foto met Ben Aino. Ja. Toen ook al Ben Aino. Toen ook al, ja, stond ook al op het podium. Ja. Zo'n 30 jaar geleden. Ja, 33 jaar geleden. Ja, jezus. Gaat hard. Het gaat hard. Het is alweer twee generaties. Ja. Ja. Maar wat bijzonder. Weet je wat ik van die tijd weet? Nou. Dat was zo leuk. Iedereen kreeg een Peugeot 205. Ja, maar dat klopt. Ja. Alleen als de Tour op Franse bodem was. Ja. En jij woonde in Berlijn en jij hebt die auto nooit gekregen. Nee, maar we hadden... Nico Verhoeven ook niet volgens mij. Nee, nee, maar we hadden er wel genoeg. We hebben ze wel allemaal verkocht, dat wel. We hebben wel meegedeeld. Dus het ging allemaal wel in één pot. Nou, Jean-Paul won er vier, hè? Vier auto's. Ja, ja, maar hij moest ze toch allemaal delen. En heb je er nooit in gereden? We hebben er nooit in gereden. Ja, nou ja, nou wilde nooit iedereen. Een 205 was ook niet de meest stoere auto natuurlijk om mee te rijden. Maar nee. We waren er wel blij mee. Dat was altijd in de laatste kilometer was er een sprintje. En daar kon je dan die pensioen mee winnen. Ja, we kijken hier ook even naar beeld, joh. Weet je nog welke etappe dit is? Dat is Berlijn, de proloog. Nou, kijk. Ja, dat is heel toevallig dat ja. Nou, ja, niet toevallig, ja. Maar er staan meer filmpjes, maar het komt nou toevallig net gelijk. En zien we dan een prijsuitreiking ook nog? Nee, dat zien we toevallig niet. Nee. Maar dit is historisch, man. Ja, dat was nog met Didi Thurau en zo. Nou, iedereen heeft het over Erik Breukink met de proloog, maar jij was hem voorgegaan, hè? Ja, ja, nee, ja, ja, Breukink was de laatste gele truidrager. En ja, dat stak me altijd wel. Want elke keer zeiden ze, een jaartje daarvoor was ik het. Ja. Ja, maar ja. Zo is het eenmaal. Zo is het eenmaal, ja. Achter je. Kijk eens. Ja. Dus, wat een mooie foto's, hè? Ja, die hebben we vorig jaar genomen. Dat was, met hetzelfde shirt aan? Of je hebt nog een ander? Nee, dit is echt een originele shirt die ik daar aan heb. Want die zie je gewoon een korte rits in zitten. Dat, ja. Hier heb ik dus ook mee gereden, met dat shirt. Maar we hebben... die foto een paar jaar geleden gemaakt. En, dat is wel een mooie foto geworden. Ja. En je rijdt nog steeds, hè? Ik fiets nog steeds, ja. Ik probeer nog iedere dag toch nog even anderhalf uurtje, twee uurtjes nog eventjes in beweging te blijven. Ja. En dan vind ik zelf ook wel belangrijker voor mijn gezondheid. Ja. En gaat dat goed? Meestal gaat het wel goed, ja. Meestal? Meestal, ja. Nou, van de vorige week of twee weken terug ben ik nog hard onderuit gegaan in het bos. Echt? Met mountainbiken. En toen dacht ik van ja, eigenlijk kan ik het ook wel rustig proberen naar beneden te rijden. Maar die fanatisme zit er nog steeds in. En ja, toen ging het een beetje fout. Ja, een beetje fout? Een beetje fout, ja. Twee ribben gebroken, twee gekneusd. Maar ik ben nu wel weer hersteld. Je zegt het heel voorzichtig. Twee ribben gebroken en twee gekneusd. Ja, ja. En je staat er nu alweer zo bij. Ja, maar ik denk dat het komt omdat we toch nog een redelijk goede conditie hebben. Dat we vrij snel herstellen. Dus ik heb twee weken ook wel erg veel pijn gehad. Alleen ja, dat herstelt ook wel weer. En nu? Ja, nu is het alleen maar niet op de linkerzij liggen. Hè? Dus, Ben je behandeld? Is er zo'n auto gekomen waar je normaal in rijdt? Nee. Ik lag daar vijf minuten even voor pampers. Even goed doorademen. Toen dacht ik, shit, ik heb het al meer meegemaakt een paar jaar terug. Ik denk, rustig blijven. En rustig naar huis toe. En dan komt het wel weer op goed. Op de fiets ook? Op de fiets ook, ja. Ja, kijk, je voelt natuurlijk al gelijk van, nou ja, dit is gekneusd en gebroken. En, een beetje wielrenner staat ook altijd op, hè? Ja, en je weet, je kunt er niks tegen doen, hè. Dus je kunt moeilijk je rib in het gips zetten, dus dan houdt het op. Ja, maar je moet anders al lang stoppen. Maar jullie weten uit ervaring,
Ja, je moet de finish halen. Ja, daarom, we gaan gewoon door. Ja, geweldig, en nu nog steeds, hè? Nu nog steeds, ja. Het is... Oh, mooi verhaal, man. Ja. Maar hier? Ja, dat is mijn vader. Ja, in de televisie ploeg. Denk dat het ook van de Tour de France is, deze foto. Ja, schitterende foto. 1961? Nee, dat is later. Dit is toen hij bij televisie reed. Ik denk tussen 1964 en 68 in. Okay. En dit is dan zijn wereldkampioenstrui. Ja. Van 1961 heeft hij tegen Leonardo Facchin en Ficurello wielerbaan in Italië. Ja. Hij won ook een paar toeretappes. Hè? Hij heeft ook, mijn vader twee. Maar mijn vader is wereldkampioen geweest. En ik niet. Nee. Dus ze is altijd nog baas boven baas. Hij is altijd nog baas boven baas. Ja. Heeft hij er lang mee gepest? Nee. Ik heb altijd wel hem gepest dat ik meer etappes in de toet. Maar eigenlijk ben ik ook wel een beetje jaloers dat hij ook twee keer wereldkampioen is geweest. Ja. Mooi, hè? Ja. Zijn vader op zoon. Ja. Ja. Mis je hem? Ja, natuurlijk. Ja, goed. Dat zal altijd wel blijven, natuurlijk. Hè? Maar goed, alles slijt ook dat. Nee, dat is ook zo. Maar het is wel bijzonder dat jij hetzelfde vak hebt gekozen. Het profielrennen. Ja, maar dat is ook het voordeel van het huren, maar ook het nadeel een beetje. Van dat het eigenlijk vaak van familie op familie gaat. Ja. Het is niet zo van met huurrennen van ik ga huurrennen. Mijn vader is hockeyer. Dat zie je niet zo vaak. Het gaat meestal generatie op generatie. En het is natuurlijk een vrij kostbare sport ook natuurlijk. Dus dan merk je gewoon van... Ja, dat toch wel een drempeltje is. En dat daardoor wielrennen eigenlijk ook nog wel qua wielrennen in Nederland een vrij kleine sport is. In feite. Ja, ons kent ons een beetje. Ons kent ons. En dat is helemaal leuk, hè? Ja, dat zijn de Olympische diploma's. Als je dan bij de eerste zes eindigde. 1984, ja. Ja, dat was de individuele achtervolging. Toen dacht ik van, nou ja, de Russen en de Oost-Duitsers deden niet mee. Dus ik dacht, ik word Olympisch kampioen. Maar nee, dat werd hem toch niet. Maar goed, toch blijft het wel interessant, die diploma's. Ja. Weet je wat ik voor jou altijd jammer heb gevonden? Is dat je eigenlijk toch te vroeg moest stoppen of gestopt bent. Jouw hele generatie, EPO kwam destijds op. Ik weet het van Frans Maas, noem ze allemaal maar. Ja, van Ozon, Maas. Noem maar op. Al die jongens zijn vroegtijdig gestopt omdat jullie niet meer konden bijbenen. Ineens ging het gemiddelde snelheid 4 of 5 kilometer per uur omhoog. Nou ja, de EPO die zorgt ervoor natuurlijk dat je zuurstof in je bloed krijgt, dat je veel sneller herstelt, dat je gewoon langer door kan gaan. Dus die Tour de France etappes, we begonnen aan de Tour de France, we dachten van nou ja, hetzelfde ploeg als vorig jaar ook, 3, 4, 5 etappes winnen, dat moet mogelijk zijn. Maar er werd toen zo ontiegelijk hard gereden, hoe kan het nou opeens en kunnen wij niks meer, trainen wij verkeerd en dat ging allemaal door het hoofd spelen. We gingen ook anders trainen, we gingen hardlooptrainingen doen, we gingen hartslagmeters trainen, maar dat zette ook op een gegeven moment ook geen soda aan de dijk. Dus toen dacht ik opeens, ja, dat moet toch ergens vandaan komen. Ja, en daarna komt het natuurlijk, druppelt het binnen van in Italië, EPO, bloed. Was je boos? Nou, een beetje wanhopig. Boos, niet wanhopig. Ja, wat moet je nu doen, hè? Dus toen hebben we besloten. Of ik wat besloten. Oud was jij? Ik was in 93, het was 10 jaar. Ja, zo 29, 30 jaar toen dat een beetje begon te spelen. Ja, makkelijk 6 jaar op niveau kunnen fietsen. Nou ja, ik voelde me wel sterk voordat. Dus ik dacht van, het moet nog jarenlang moet het nog hartstikke goed gaan. Maar ja, dan gebeurt het dat je in kleine wedstrijdjes, dat je daar nog wel redelijk wat potten kon breken. Maar dan kwam 3 dagen later bijvoorbeeld een grote wedstrijd rond op Vlaanderen. En konden we op een gegeven moment helemaal niks meer. Ja, en dan is het de keuze die je gaat maken van, ja, gaan we meedoen of gaan we niet meedoen. En jullie deden niet mee? Ja, wij deden niet mee, ja. Dan weet je gewoon. Heb je er spijt van? Nee. Ja. Kijk, achteraf denk je van, nou, stil voor als ik er wel aan mee had gedaan, had mijn carrière misschien wel verlengd geweest, maar had het dan wat wezenlijk verschil uitgemaakt? Nee, ik denk het niet. Dan ben je toch die Jan Nuijm die 6 toeretappes gewonnen heeft. En ik denk niet dat het voor mijn carrière wat uitgemaakt had, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel jammer natuurlijk dat je op zo'n manier moet stoppen natuurlijk, want je had natuurlijk liever op je hoogtepunt willen stoppen. Ja, en nou stop je eigenlijk op je dieptepunt alleen, ja. Dan snap je wel van jongens die er wel aan begonnen zijn? Want het is een dilemma, hè? Ja, en het is ook je brood. En toen de tijd was een dilemma. Ja, ik snap het ergens weer wel. Want ja, je moet wel meedoen op een gegeven moment. Anders deed je ook niet meer mee. Alleen ja, het blijft toch je eigen keus. Maar goed, dat is een discussie. Ja, die kun je blijven voeren. Ja. En, het is ook alweer zo lang geleden. Dus, dat is ook zo. Maar ik zie nog steeds een auto staan. Een ambulanceauto. Die rijdt ook af en toe mee in de Tour. Ik weet ook oud-renners zoals Sonneveld en Hermans, en er zijn nog steeds jongens van jouw generatie die chauffeur zijn in de Tour. Ja. Zou dat voor jou niet iets zijn om rond te gaan rijden? Je kan het wel. Ja, ik rijd rond, hè. Maar ja, nee, dat is er nooit van gekomen. Nee. Ja, goed, het lijkt me best wel leuk, hoor, maar alles loopt zoals het loopt. En,
Ja, goed, ik heb het hartstikke naar mijn zin. En tijdens de tour was ik ook kort op vakantie. Dus ik heb er ook nooit aan gedacht. Hey, mooi man, als je dit allemaal ziet, die boeken ook allemaal, die mooie foto's. Ja. Je mag trots zijn op je carrière. Ik heb een mooie carrière gehad, ja. Ja, daar kun je niks anders van zeggen, toch? Nee. Je moet aan het werk, hè? Ik moet zo meteen gaan werken. Op de ambulance. Ja, 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 veel plezier en succes. Ja, nou ja, laten we hopen dat we wat te doen hebben. Ja. Hey Jelle, wel leuk man, we gaan naar buiten. Ja. Want ik ben toch wel even benieuwd hoe jij zo meteen wegrijdt. Ja, maar ik moet zo meteen gaan werken natuurlijk. Ja. En heb je dan nog een apart pak of zo? Ik heb nog een heel apart pak. Ik heb alleen nu een jas aan. Ja? En ja, die doe ik nou even aan. Doktersdienst. Doktersdienst. En dan gaan we werken. Ja. En dan 8 uur, hoe lang duurt je dienst? 6 uurtjes maar, dus vrij korte dienst. Oké, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, hè? Leuk man. Dus, nou, elleboogje. Ja, elleboogje. En ik zou zeggen tot ziens, hè? Of tot de volgende keer.